Pieter, gisteren vierde je verjaardag en tekende je eerste contract. Hoe heb jij die dag beleefd? Ja, het was voor mij een mooie dag natuurlijk. Het is iets waar je natuurlijk hard voor werkt, voor je contract. Ik denk dat ik nu al iets van 10 jaar voetbal zeker. En dan 6 jaar professioneel. Dus ik ben heel blij dat ik nu eindelijk een contract heb mogen tekenen. Ja, want kun je ons eens meenemen in de stappen die je tot nu toe hebt gezet tot dit moment? Ik ben begonnen bij RKSV Sarto. Daar heb ik tot C1 gespeeld. Toen ben ik naar de B2 van Willem II gegaan. En daar heb ik tot Jong Willem II gespeeld. En vanuit daar ben ik naar Eindhoven gekomen. Toen heb ik hier 1 jaar in Jong gespeeld en toen ben ik aangesloten bij het eerste. Ja, want wat is er sinds het jeugdvoetbal en de stap naar het volwassenenvoetbal eigenlijk voor jou echt veranderd? Nou, ik denk dat de grootste stap van de jeugd naar het volwassenvoetbal is dat het nu echt wel om echt winnen gaat. Het maakt niet uit of je nou met mooi voetbal doet of met minder goed voetbal. Je moet gewoon winnen, want je speelt natuurlijk ook voor de knaken. Dus ja, dat is denk ik de grootste stap. En er wordt heel veel aandacht hier ook gelegd het verdedigende. En ja, dat is in de jeugd allemaal iets minder. Dan mag je allemaal wat vrijer voetballen en dan maken de 3 punten echt niet uit. Maar je gaat natuurlijk echt om de punten. En je wil natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Dus dat is denk ik de grootste stap. Oké, okay. Dit seizoen ben je al op veel verschillende posities ingezet. Welke positie heeft jouw voorkeur? Ik heb niet echt een voorkeur voor welke positie. Ja, ik ben natuurlijk linksback begonnen. Eén keertje links centraal achterin gespeeld en nu vooral op het middenveld. Ja, op het middenveld is het natuurlijk heel anders. Dat is meer box-to-box. Ik denk ook wel dat ik daar het loopvermogen voor heb. Dus ik ben heel blij dat ik er nu in sta. En ik ben heel blij op deze positie mezelf te ontwikkelen. En ik hoop dat het steeds beter gaat. Dus Ik heb niet echt een voorkeur voor welke positie. Ja, dan kijken naar afgelopen zondag. Veel strijd geleverd, maar helaas geen resultaat. Ja, dat is echt balen. We hebben echt 90 minuten eigenlijk strijd geleverd. En dan in de 91e minuut krijg je een goal tegen. En dan dat is echt gewoon hartstikke zuur. Daar doe je het eigenlijk niet voor. Je wil natuurlijk met een punt naar huis gaan, het liefst met 3 punten. We hebben ook echt wel kansen gehad. Alleen we hebben ons gewoon niet beloond. En daar baalden we ontzettend van. Maar nu is het de zaak om de knop om te zetten. En dan vrijdag tegen Almere wel gewoon de 3 punten te pakken. Ja, wat verwacht je van die wedstrijd? Ik denk wel dat het ook wel weer een wedstrijd met veel strijd wordt. Ik denk wel omdat we nu gewoon thuis spelen op kunstgras, dat we wel beter kunnen voetballen. We moeten gewoon zorgen dat we compact weer dicht bij elkaar staan. En zorgen dat we aanvallend gewoon meer brengen. Dat we eerder aangesloten zijn, zodat we ook de bezetting beter voor de goal hebben. En dan moeten we ons gewoon belonen door te scoren. Dan gaan we met de 3 punten, die blijven dan hier. Dus ik ben benieuwd.